Ah, vakantie. Missen we het al? Ik in ieder geval wel. Mooie avonturen, nieuwe dingen ontdekken, de spanning vlak voor een vlucht bijvoorbeeld. Ik mis het. Maar we kunnen eigenlijk ook nog wel op vakantie, als we het verstandig en veilig doen. Dus zo besloten Boy en ik een week hier tussenuit te gaan, met de auto richting Schorl. Ook een vakantie. Het resulteerde namelijk in nieuwe prikkels, van hoe werkt het koffiezetapparaat, tot het uitzoeken wat een fijn hoekje is om te zitten. De omgeving ziet er anders uit en het klinkt ook anders. Het brengt je de mogelijkheid om even uit je dagelijkse routine te komen. Het helpt om bij alle standaard dingen opnieuw even na te moeten denken. Waar staan de kopjes? Of kan ik hier in de woonkamer sporten misschien? Of zullen we een spelletje doen in plaats van Netflixen? En dan zijn er ook nog de waanzinnige zonsopgangen in een andere omgeving. De ervaring tegenover het vroege opstaan is het wat mij betreft helemaal waard. Mannen, liefde, ben je daarvan? Vandaag hebben we besloten om pizza te halen en ergens buiten op te eten. Het weer is super lekker en ik hou heel erg van pizza's met jalapeno's erop. Eigenlijk gewoon standaard altijd jalapeno's. En die hadden ze dus niet hier. Dus ik heb gewoon een funghi genomen, dus met champignons. En we zijn even naar Albert Heijn geweest. Ik heb jalapeno's gehaald, dus die doe ik er zo meteen gewoon op. Vind ik helemaal prima, maar dat vind ik zo lekker op de pizza. Het enige waar ik een beetje mee zit is dat ik denk, hoe was ik mijn handen? Want ik ga met mijn handen eten. Ik heb wel net sanitizer opgedaan, maar voor mij voelt dat niet helemaal schoon. Ik was voor corona al een beetje moeilijk met die dingen. Daar is Boy met die pizza. It's always on camera. Thank you. Yummy. Even ergens lekker eten. Oh, het ruikt lekker, hè? Snel voordat het koud. De pizza is niet gesneden. Dat is het voordeel van een margarita. Zet er weer op. Dan gaan we weer naar ons huisje. Dan gaan we daar buiten spelen. Kijk hoe wij eruit zien. Met een dikke sjaals. Zo, helemaal afval scheiden. Ik ben trots op hem hoor. En zo hebben we de hele week aan één stuk door lekker gegeten. Heb ik gesport. Hebben spelletjes gedaan. Hebben we podcast opgenomen. En vooral gewoon genoten van het even weg zijn. Ik zou willen zeggen, als je deze video ziet, dan is dit het teken voor jou. Om ook eens te kijken of je een paar dagen weg kunt gaan. Of even een andere omgeving kunt creëren. Als je er al over zat te twijfelen, dan is bij deze video een teken voor jou. Ga erop uit, ververs je gedachtes, ververs je omgeving en kom met een fris gevoel weer thuis. Bedankt voor het kijken, lief allemaal. Vergeet me niet te volgen op Instagram, TikTok. En vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal, zodat je geen video's mist. En dan zie ik jullie volgende week woensdag voor een nieuwe video. Doeg!